Oeral of geen Oeral? Mijn naam is Sanne Naus en mijn voorstelling heet Gemorra. En het onderzoek waarmee ik begonnen ben ging eigenlijk over een ongeluk dat mij ooit is overkomen. Ik ben van daaruit op zoek gegaan naar gevaren en risico's in het landschap. En ik ben hier op Terschelling bijvoorbeeld op zoek gegaan naar het meest gevaarlijke kruispunt. En ook verhalen gaan verzamelen over ongelukken die hier zijn gebeurd. Uiteindelijk bedacht ik twee personages die zich juist beveiligen en die zich voorbereiden op een ramp of op een alles verwoestende storm. Daar zijn ze bang voor. Dus uiteindelijk heb ik hier juist gekozen voor een plek waar twee mensen teruggetrokken kunnen wonen, die zich dus voorbereiden op alle denkbare ongelukken en die zich dus zo veilig mogelijk wanen. En in Amsterdam op het NDSM-terrein waar het Over het IJ Festival speelt, heb ik juist gekozen voor een soort maanlandschap. Dus het is een uitgestrekte vlakte met een hek eromheen. Met echt een soort donkere kiezelgrond. Dus dat is juist een plek die heel, heel onaangenaam en kil is om daar te gaan wonen. En hier zit ik dus op een open plek in het bos. Hier op Terschelling, wat eigenlijk een heel sprookjesachtige omgeving is. En waar het veel logischer is om je terug te trekken als je bang bent voor het einde. Dus een heel contrast eigenlijk tussen beide plekken. En dat gaat ook onderdeel zijn van mijn onderzoek binnen het atelier. Door voorbereid te zijn, kies ik voor totale vrijheid.